Activist Siebrano Pique heeft vanmorgen een petitie aangeboden aan assembleevoorzitter Marinus B. Voordat de demonstranten naar DNA gingen, verzamelden zij zich te Onderbong. Pique kreeg ondersteuning van de vakbondsvoorzitters Imro Edam en Michael Salons. Sifra Goudland maakte het volgende verslag. Precies wat er gebeurt in Suriname staat op de petitie. Het gaat over de afspraken die zijn gemaakt, een ommekeer in de beleidvoering. Dus een paar aantal punten waar ieder achter staat. De meeste Surinamers natuurlijk. Nou, van Suriname toe merken wij thans het tegendeel dat ons beloofd was en kunnen wij de huidige situatie niet meer aan. Op grond van het misnoegen van het volk maken wij nu gebruik van ons democratisch recht en vragen wij u als regering per direct de doorgevoerde en verhogende maatregelen te herzien en uw beloftes naar het volk te doen nakomen. Wij eisen van u zorg te dragen voor een leefbare situatie voor elke Surinaamse staatsburger. Bij Onderbong is Pique aangesproken door de politie. Hij is erop gewezen dat de actievoerders de openbare orde niet mochten verstoren. Ook moest hij ervoor zorgen dat de sociale afstand in acht werd genomen. Ja, mensen, hou je zoveel mogelijk aan de COVID-19 maatregelen. En dat is 1,5 meter afstand. Groepjes van 5. De politie heeft ons daarnet medegedeeld dat we wel de gelegenheid krijgen om onze petitie in te dienen. Maar dat er geen machtsvorming gelopen kan worden richting de DNA. Nadat de petitie was voorgelezen, zei DNA-voorzitter B. dat het parlement zich geroepen voelde om de petitie aan te nemen. B. benadrukte dat een ieder het recht heeft om een petitie in te dienen en dat de parlementariërs naar het volk moeten luisteren. Maar mijn actie, nagevolg, voor die regering een kans. Voor die een ruimte, voor kan werken naar de insecten. Soms je beloofd ons maar ons aan niet. Maar te ik kom in akkoekero. Daar is de werkelijke problemen. Ja? Vele corruptieschandalen. Wat beloofd was, ze moeten worden aangepakt. Ja? Maar de regering neemt pak corruptie aan. Daarvoor heb je de rechterlijke man. Zou je moest doen? Ja, jongens, creëer een conditie dat je rechterlijke macht doet in Orokobong. Ja, anders ook, je ligt naar politiek, heksenjacht. Ja, een wet dapper. Dat van die koers, we zien al beweging. En de regering is ermee bezig. Straks hebben we de begrotingsbehandeling. Waar er een herstel- en stabilisatieplan besproken gaat worden. Parlementsvoorzitter Marinus B. Hij heeft vanmorgen een petitie in ontvangst genomen van Siebrano Pique.